We zijn het jaar anno 2020. Een wereldwijde pandemie slaat toe. Onze vrijheden worden afgenomen en onze regering zet ons onder druk. Niet te vergeten dat de corrupte linkse media hier ook een grote rol in speelt. Maar er zijn al gelukkig mensen die wel doorhebben dat wat er echt aan de hand is. En die mensen hebben we nodig. Het nieuws dat zij brengen komt van de alternatieve media. En van die media ga je nooit iets horen, omdat de regering dat niet wil. Ten slotte zijn dat ook veel betere bronnen, zoals 9for News, Xander News, enzovoort. Ik luister naar Corruptie Expose, het geluid van het gezond verstand. Oké, even serieus, all jokes aside. Natuurlijk meen ik niet wat ik hier allemaal ervoor heb gezegd. Maar vandaag ga ik een video maken over Corruptie Exposed. Ik wou eigenlijk eerst een video maken over Celine Michiel, maar dat is niet zo origineel. Dat is ook een beetje geëscaleerd. En tenslotte is het ook een beetje zielig als je op een heel hoog tempo video's maakt over Celine Michiel, om daar dan zoveel mogelijk views uit te trekken. Het zal zelfs nog zieliger zijn mocht uw kanaal daarop gebaseerd zijn. Ja. Maar goed, begrijp me niet verkeerd. Het is niet dat ik een trend wil volgen door met iemand beef te gaan zoeken. Ik had daar eigenlijk al beef mee voor heel Celine Michiel en Acid gedoe. Ik heb alleen nog geen tijd gehad om die video te maken door mijn herexamens. Maar mijn herexamens zijn gedaan, dus laten we dan beginnen. Even een note, ik heb deze video ook al eerder proberen opnemen. Nu, het ding was, een deel van die video was de audio niet goed. Oh ja, ik zal het zo zeggen, ik had geen audio. En ik was misschien op sommige stukjes iets te enthousiast. En het is ook niet de bedoeling dat Corruptie Exposed deze video beëindigt met een complex. Snapte? Enjoy. Maar terug naar de kwestie. Laat me eerst even uitleggen hoe dat Ivo op het platform YouTube is geraakt. Vroeger was dit onder de naam Goelikers. Pakka Nefos, tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik over... Oké. Nu, het komt erop neer dat dat niet echt een succes was. En toen dacht Ivo, ik moet met iets nieuws op de prop komen. En toen is hij gestart met het maken van pure bagger. A.k.a. ik wil alleen maar geloven wat ik wil geloven. Alles ontkennen omdat ik niks snap van de wereld en nooit buiten kom. Klimaat ontkennen, Bill Gates theorieën delen, wenen omdat hij een stukje stof moet dragen over zijn neus en de mond. En last but not least denkt Ivo dat het ook een goed idee is om uit de EU te stappen, want de economie is nog niet kapot genoeg. Nooit dat ik wil duidelijk maken, ik wil Ivo niet als persoon in de grond boren, ik wil eerder zijn type content in de grond boren. Voor de rest zou ik zeker met Ivo op café willen. Maar nu jullie allemaal ongeveer wel een beeld hebben geschetst van Ivo, laat ik me even uitleggen hoe ik met Ivo in contact ben gekomen. En dat is via Twitter. En ik ga toch één ding zeggen, zijn Twitter is echt een pareltje. En Ivo is altijd bezig over een of andere rare strijd. Ik merk dat mijn video's inhoudelijk steeds sterker worden, maar ik moet nu steeds strenger worden. We moeten laten zien dat het genoeg is. Misschien is het morgen klaar en is de strijd afgelopen. Maar dit kabinet kennende, wordt de strijd alleen maar zwaarder. Er zal veel informatie in de video van vrijdag zitten. Tijd voor de echte cijfers. Tijd om het RIVM tegen zichzelf op te zetten. De cijfers zijn er en ze zijn voor iedereen te zien. Dit wordt echt leuk. Dit is de derde persoon tegenwoordige tijd. Dat betekent dat dit wordt met een DT-regels geschreven. Ivo, een kleine tip, als je zo slim wilt voordoen, moet je misschien ook een beetje onderzoek doen naar de DT-regel. Dat is niet zo moeilijk. Ik was zo ready voor strijd dat mijn camera is uitgevallen en daarom ga ik nu verder met mijn webcam. Maar zoals jullie zelf zien, ja, deze is gewoon veel te mooi om te passeren. En daarom heb ik eens een keer gereageerd op zijn tweet. Wat ik doe is de waarheid naar buiten brengen. Zou je ook eens moeten proberen? Beantwoord de volgende vraag eerst maar eens. 1. Moeten we het dan ook niet elk jaar met de griep doen? 2. Blijven we dan de rest van het leven binnen, want virussen zijn overal? Oké, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij mij zijn er wel spontaan een paar hersencellen afgestorven. Waarop ik reageer. 1. Griep zorgt niet voor een overrompeling van de ziekenhuizen. Plus, de gevolgen van de griep na genezing zijn minder groot. En 2. Als er een vaccin is, kunnen we groepsimmuniteit opbouwen. In mijn ogen maak ik eigenlijk een redelijk goed punt. En weet je wat er dan gebeurt? Negeert dat gewoon. Bro, waarom negeert je dat? Ligt dat nu aan mij? Ik maak toch een redelijk goed punt. Niet?
Maar niet getreurd. 2 weken later gooi ik mijn lokaas noise uit en dan komt er toch een vis op afgezwommen. Basically, nu een hoop tweets in het beeldscherm. Ik ga dit niet allemaal voorlezen. Het komt erop neer dat hij een besje was op de maatregelen die in Rotterdam en Amsterdam zijn genomen om overal mondmaskers te verplichten. Hij zou beweren dat dat totaal geen effect zou hebben, terwijl dat nog maar 2 weken is ingevoerd. En dan zou je in theorie eigenlijk nog geen resultaat kunnen zien. Nu, daar ging je niet echt mee akkoord. Dit was, zo gezegd, zijn laatste tweet. Ik zal het even anders zeggen. En dit zal mijn laatste bericht zijn. Ik ben geen experiment. Ik ben een mens die eigen keuzes maakt. Ik kies ervoor om geen mondkapje te dragen en ik denk dat mij de meerderheid dit niet gaat doen. Ik laat me niet gebruiken als proefpersoon. Wacht. Ik laat me niet gebruiken als proef... Waarop ik reageer. Woehoe, het levensgevaarlijke experiment van een stukje stof dragen over uw neus en mond. En dan, boys and girls, heeft de vangst gebeten en heb ik hem binnengehaald. Van deze tweet, zie hier een Belg die niet zijn onderzoek had. Ik doe 1 Google search en binnen 5 minuten heb ik dit gevonden. Je hoeft voor mij ook geen respect te hebben. Dit is je eigen mening. Zijn er mensen die het willen lezen, dan kan dat hier. En dan de kers op de taart. Het artikel dat hij doorstuurt geeft mij gelijk. Dat sommige mensen een mondkapje minder goed kunnen verdragen is geen geheim. Dit komt vaak door andere medische aandoeningen. Maar in het artikel staat letterlijk dat het foutief gebruik van mondmaskers voor een stijging zorgt. Dankjewel Jaren. En hoor ik even van mensen denken van ja dude, kon je dat zelf niet zeggen? Kon je daar zelf niet mee afkomen? Wel, dat wou ik doen. Maar het ding was, Ivo heeft mij na die tweet geblokkeerd. Ja. Dat is echt ook genoeg, denk ik. Kort daarna, het is de voorlaatste tweet die ik voorlees. Ik ben zo klaar met een bepaald soort mens. Je kunt ze kennen. Al het ontkennen van de feiten. Oké, okay, sorry, maar dat is... Deze is toch gewoon goud. Kom op, deze. Deze is zo hypocriet. Ik vind deze echt geweldig. Nu kan ik wel zeggen dat Ivo bullshit verkoopt, maar hij moet natuurlijk ook met een weerwoord komen om hem soort van te ontkrachten. En een van die dingen die Ivo altijd aanhaalt is hydroxychloroquine. Dat is een medicijn dat wordt opgeheiligd door fake nieuwskanalen zoals Xandernews, 9for News. En dat medicijn wordt vooral gebruikt voor malaria, maar ook voor auto-immuunziektes. En dit is wat Ivo hierover te zeggen heeft. Dus zo kun je wel zien dat de medicijnen voor meerdere dingen werken. En dat laat wel zien dat deze medicijnen wel goed zijn. Want waarom zou je een medicijn dat gevaarlijk is en niet werkt voor andere dingen gebruiken? Je ziet al, het wordt voor meerdere zaken al gebruikt. Oké, Ivo, ik vind dit eigenlijk een heel rare bewering. Volgens u zou ik een chemotherapie kunnen volgen als ik een verkoudheid heb. Want ja, als het werkt voor de ene ziekte, waarom zou ik dat niet gebruiken voor de andere ziekte? Wat? In plaats van een of ander artikel te pakken van 9for News, pak ik een artikel van de Oxford University. In dat artikel wordt basically een studie besproken en die studie ging aantonen, of niet aantonen, dat hydroxychloroquine zou helpen bij het genezen van corona. Nu, die studie is nog lopende, maar zover het de resultaten zijn, is er gebleken dat hydroxychloroquine geen positief effect heeft op het genezen van corona. Integendeel, het sterftecijfer lag zelfs iets hoger bij de mensen waarbij ze hydroxychloroquine hebben toegediend. Dus sorry Ivo, my man, ik moet je teleurstellen. Hydroxychloroquine blijkt toch niet zo supergoed als je denkt dat het is. Anyway, we hebben genoeg gepraat over Ivo. Ik wou eigenlijk nog iets anders duidelijk maken. Ik vind het oké als je kritisch kijkt naar de aanpak van de coronacrisis. Ik ga ook niet akkoord met alle maatregelen of alle dingen dat ze hebben gedaan in het verleden. Maar er is wel een duidelijk verschil tussen dingen, kritisch kijken naar dingen en gewoonweg dingen ontkennen en dingen beweren die totaal niet kloppen. En Ivo is helaas zo iemand die is gewoon helemaal gebrainwashed door het fake news. Die heeft totaal geen kennis van de materie. En zoals ik al eerder zei, die wil gewoon geloven wat hij wil geloven. En dan misschien toch nog een kleine tip voor Ivo als hij echt goed onderzoek wil doen. Want hij is altijd bezig over zijn eigen onderzoek, dat je eigen onderzoek moet doen. Dan kan ik je 1 ding aanraden. In plaats van op die websites te zitten koekeloeren, zou die eens beter een keer een boek lezen. Naar mijn mening zijn boeken nog altijd de beste middel om dingen bij te leren. Nu, alle kennis dat ik heb,
van virussen, bacteriën. Dat heb ik geleerd uit boeken, ja, schoolboeken. Maar ik weet wel dat die informatie te betrouwen is, want die boeken zijn geschreven door mensen die er wel iets van kennen. Daar weet ik gewoon het meeste van, daar heb ik het meeste van onthouden. En ja, het is echt wel belangrijk om boeken te lezen, vind ik. Want het probleem is dat mensen tegenwoordig veel te veel informatie halen van het internet. Mensen zouden eens wat terug meer boeken moeten lezen, want iedereen verklaart zichzelf als expert na een paar artikels te lezen van 9for News of Xander News. Ik ben ook niet echt iemand die zo super graag boeken leest of zo, maar ik probeer dat toch meer en meer te doen, omdat dat nog altijd wel iets is wat uw visie verruimt. Ja. En ik ga eerlijk zijn, ik heb wel getwijfeld om deze video te maken. Gewoon puur omdat de video's van Ivo inhoudelijk zo bar slecht zijn dat het al bijna niet de moeite was. Eigenlijk zou Ivo blij moeten zijn dat er toch nog iemand is die de moeite neemt om tegen hem te zeggen van wat zij gaan doen, man. What the fuck? En dat is ook iets wat ik wel jammer vind aan Ivo, want voor de rest ziet zijn kanaal er eigenlijk wel redelijk goed uit. Like, het logo is wel oké, de banner is ook wel goed, niks speciaal, maar het doet zijn job wel, denk ik. Ook door zijn thumbnails kun je een mooie rode draad zien en het past allemaal mooi bij elkaar. En het is niet slecht gemonteerd. En dat vind ik dan wel jammer, want er is wel over nagedacht hoe hij zijn video's gaat opbouwen en zo. En die jongen heeft daar op zich wel talent voor. Alleen is hij niet zo'n supergoeie spreker, vind ik. Maar dat is iets wat je wel kunt leren, denk ik. Ik denk ook niet dat deze guy gaat switchen van content. Ik denk niet dat hij dat ooit nog gaat doen. Die is zo overtuigd van zijn eigen dat hij bij het rechte eind heeft. Dat hij de waarheid vertelt. En dat is eigenlijk wel zielig, want triestig is misschien wel het juiste woord. Want hij bedoelt het allemaal wel goed, zijn video's. Het is fake news, Ivo. Het klopt gewoon niet wat je allemaal zegt. Jammere zaak. Anyway, dit was mijn video over corruptie exposed. Ga zeker niet haten op hem. Dat is ook niet de bedoeling van deze video. Neem ook alles niet te persoonlijk. Ik wou gewoon een grappige video maken. En Ivo heeft mij die kans gegeven door mij te blokkeren. Dus bedankt Ivo. Dit was voor deze keer. Je kunt altijd een blauw duimpje omhoog doen als je het leuk vond. En je kunt ook overwegen om het abonneerknopje te duwen. En dan zie ik u de volgende keer.